Bij het bijwerken van de COVID-19-website gisteren werd er gemeld dat er 4 personen zijn overleden aan en 84 personen positief zijn getest met het COVID-19-virus. Minister Amar Ahmadin van Volksgezondheid heeft afgelopen woensdag laten weten dat de tweede COVID-golf waarin we ons nu bevinden een veel scherpere stijging heeft. Dat betekent dat de verspreiding van het virus enorm is binnen de gemeenschap. Vandaar ook onze maatregelen. Ik kan bijna zeggen, als we geen maatregelen op tijd hadden genomen, dat de situatie vele malen erger zou zijn. Maar de maatregelen zijn in place. De gemeenschap moet zich zoveel mogelijk daaraan committeren. En aan de andere kant is die abrupte stijging van 190 cases direct gerelateerd aan, als u 10 dagen terugtrekt ongeveer, aan de feestdagen. Dus we zijn voorbereid op een, en we zijn eigenlijk ons ervan bewust dat we deze dagen nog zeker tot het weekend te maken zullen hebben met een behoorlijk aantal positieve, omdat ondanks de maatregelen van de overheid, ondanks de oproepen van de overheid, er toch behoorlijk wat samenscholing is geweest en men toch de feestperiode heeft doorgebracht. Dus we zijn voorbereid, maar aan de andere kant, mijn bezorgdheid is natuurlijk heel groot, omdat de ziekenhuizen nu al vol beginnen te lopen. Feitelijk alle plekken wat voor COVID bestemd was al gevuld zijn. Dus we staan nu op het punt om onze reguliere zorg af te schalen. We gaan de reguliere zorg moeten downsizen om meer plek te creëren, één. Om meer human resources beschikbaar te krijgen voor de COVID-zorg. En daar zijn we op dit moment mee bezig. De bewindsman vindt verder dat de regering veel acties onderneemt om de bewustwording over het COVID-19-virus teweeg te brengen. Hij zegt dat de samenleving nu moet tonen dat zij daadwerkelijk een verandering wil hebben. We kunnen ook dat zo laten en doorgaan, maar dan weet je niet waar je eindigt met besmettingen. Want de besmettelijkheid die is er. Zolang het virus er is, gaan mensen besmet raken. Maar we gaan het alleen in toom kunnen houden als we ons zoveel mogelijk aan de maatregelen committeren. Minister, koersen we nu terug richting code rood? Op dit moment nog niet de indicatie dat het code rood gaat. We hebben wel clustergevallen nog steeds. De voornaamste zones in Paramaribo, dat is nog steeds Noord. Waar we zones hebben van clusterbesmettingen. Je ziet wel dat er hier en daar nog in Paramaribo, maar ook in Wanica en Komowijnen behoorlijk wat besmettingen zijn geweest de afgelopen dagen. De mens heeft het in de hand. We gaan blijven doen naar de samenleving. Aan de andere kant moeten we niet wegnemen dat de handhaving ook nu behoorlijk strakker wordt aangepakt. Minister Amar Ahmadin van Volksgezondheid. Hij laat weten dat de COVID-brigade binnenkort van start gaat met de controle op de naleving van de COVID-19-maatregelen.